Hallo iedereen. Ik dacht toch wel nog eens een communicatie of een gesprek doen tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En eens zien welke boodschappen dat er gezegd willen worden, maar niet gezegd kunnen worden in de 3D. En zeker met dat Mercurius nu in waterman staat, zou er wel een en andere dingen kunnen veranderen in de communicatie. Ah, kijk, we zijn hier ook wel onmiddellijk de Knight of Swords. Swords is ook verbonden met gedachten. En doet mij eigenlijk onmiddellijk ook denken aan aan Mercurius, de planeet van communicatie. Hij ligt wel ondersteboven, dus het gaat waarschijnlijk nog niet onmiddellijk zijn dat die communicatie gaat plaatsvinden. Maar hetgeen wat we hier vandaag gaan bespreken, gaat ooit ook wel eens uitgedrukt worden in de 3D. En ik zou zeggen, laat de timing los, want uiteindelijk brengt het ons alleen maar zorgen en onzekerheden en verder van die dingen. Wat zegt de mannelijke energie? Waar gaan we mee beginnen? I wish I could say what I really feel someday. I will, but right now I'm afraid to be myself. Is dat niet wat ik daarnet gezegd had? Ooit dacht ik ook de blauwe kleur, ook weer te maken met de blauwe vlam, de communicatie. Dus de mannelijke energie gaat op het moment dat hij een bepaald niveau van healing heeft, gaat hij alles delen. Zich volledig emotioneel kwetsbaar opstellen en het volledig ook uiten. Wat zegt de vrouwelijke energie? I wish you could see that we are mirroring each other right now. Dus ook de vrouwelijke energie zit eigenlijk op dat moment zo wat te twijfelen van ja, zou ik het zeggen, zou ik het niet zeggen? Zou ik een bericht sturen, zou ik geen bericht sturen? Ja, dat is eigenlijk ook altijd heel moeilijk. En ik heb daar altijd in als maatstaf voor mezelf ook genomen van komt het voort vanuit onvoorwaardelijkheid en vanuit liefde, dan stuur ik iets door. Al was dat bijvoorbeeld een link naar een muziekliedje of iets naar, op sociale media of gewoon een berichtje van hey, hoe gaat het met je? Zonder een bepaalde verwachting te willen creëren of er gaan neer te leggen. Want ook al denk je dat dat niet is, als dat maar iets in jouw energie speelt, dan gaat jouw mannelijke energie dat sowieso oppikken en gaat hij daarop weer gaan reageren. En niet zozeer op berichten hij stuurt, maar eigenlijk vooral op de energie die hij meestuurt. Wat zegt de mannelijke energie? I've been learning about twin flames. It feels right to me. Ja. Dus de mannelijke energie zit op zodanig punt dat ze meer en meer onderzoek gaan doen rond wat dat betekent, deze connectie. Wat is dat? Hè? Wat maakt dat ze het niet gewoon achter zich kunnen laten? Wat maakt dat die vrolijke energie precies zo'n invloed op hen heeft. Mijn tweelingvlam noemt het op een moment. Het is zodanig toxisch dat we niet zonder elkaar kunnen. Het is natuurlijk niet toxisch, maar het drukt wel uit hoe overweldigend dat soms kan voelen. Wat zegt de vrolijke energie? I feel insecure and it's pushing me to grow. Ja. Tuurlijk, want hoe meer dat je leert en ontdekt over je tweelingvlam, hoe meer dat je, moet ik gaan zeggen, hoe verder je op pad loopt, en daarom hoef je zelfs nog niet in communicatie te zijn, want de lessen die je niet kan leren met je tweelingvlam, bijvoorbeeld geen 3D-contact is, of wat dan ook, die lessen ga je ondertussen leren met andere mensen, met soulmates, met vrienden, het hoeft niet altijd een romantische relatie te zijn, hè, dus zie het ook niet zo beperkt. Maar alles wat we tegenkomen, elke ervaring dat we hebben, zowel als vrouwelijke energie als mannelijke energie, maar dus hier in deze situatie is vooral de vrouwelijke energie die het naar boven brengt, die zegt van ja, het maakt me eigenlijk ook heel onzeker. En het zorgt ervoor dat ik altijd maar dieper en dieper moet gaan groeien. En dat is ook zo. Als ik kijk naar mijn eigen connectie, dan is mijn tweelingvlam eigenlijk de enige man, in mijn geval is hij een man, maar dus past het toe, als jullie hetzelfde geslacht hebben, past het toe zoals voor jullie past. Maar hij is de enige die mij op zo'n diepe manier kan spiegelen, dat ik doorheen een aantal patronen gebroken ben, moest breken, waar dat ik die, als het ware, kon stand houden in andere relaties. Maar hij keek daar als het ware gewoon dwars doorheen, wat dat maakte dat ik, het was barsten of buigen. Dus heel veel keuze had ik als het ware niet, als ik die connectie wou verder voeden en vormgeven. Oh, en ook zegt de mannelijke energie, hij is ook getriggerd. Hij voelt zich ook getriggerd, want een oud patroon is naar boven gekomen en hij voelt de pijn ervan. Ja, het is ook mooi hoe dat ook weer gespiegeld wordt, hè.
Wat zegt de vrouwelijke energie? Zij is op dit moment wel aan het worstelen met wat karmische banden. En ze zegt, ik voel me gecontroleerd door mensen om me heen en ik vind het niet leuk. Het duwt me om mijn eigen kracht terug te vinden. Ja, en dat is hetgeen dat ik daarnet ook wat besproken heb. Hoe meer je als vrouwelijke energie zelf bent, hoe meer je mannelijke energie gaat triggeren, sowieso. Maar dat is net ook de bedoeling. Ook omgekeerd, hoe meer dat hij zichzelf gaat zijn, hoe meer dat hij jou als vrouwelijke energie gaat gaan triggeren. Omdat jullie eigenlijk, dat is ook die dynamiek, dat is ook de reden waarom dat aanstoten en aftrekken er ook een stuk is. Maar als je daar meer weer het over leren of nog niet zoveel over weet, zou ik zeggen, lees zeker het e-book rond tweeling van mijn leven, want daar leg ik nog veel meer en nog diepere dingen rond de dynamiek uit. Wat zegt de mannelijke energie? Ik probeer mijn comfortzone te laten met betrekking tot dit probleemsituatie. Dat kan zijn een bepaald patroon dat we hier gezien hebben. Het kan zijn ook iets karmisch. Dat kan zijn bepaalde dingen rond geloof, overtuigingen misschien. Een huwelijk of een relatie met een karmische of een soulmate zelfs. Dat hoeft niet altijd op een negatieve manier te zijn. Maar dus een relatie met iemand anders die niet de tweelingvlam is. Het kan ook dingen zijn rond een identiteit dat ze voor zichzelf opgebouwd hebben. Een leven dat ze voor zichzelf opgebouwd hebben. En dat zodanig comfortabel aanvoelt. Maar natuurlijk, doordat ze gegroeid zijn, is dat niet meer in overeenstemming. En resoneert dat niet meer met wie dat ze diep van binnen zijn. En dus ook daar vraagt dat kracht en moed om dat los te laten. En wat hebben we dan? Wanneer ik mezelf toesta om dieper in gedachten te gaan over jou, dan voel ik mijn hart openen. Ja. En misschien dat sommigen onder jullie op dat moment ook last hebben van ascensieverschijnselen. Bijvoorbeeld hartopening is naar mijn eigen persoonlijke ervaring een van de lastigste en pijnlijkste. Maar ook daarin is het belangrijk om te luisteren naar wat je lichaam aangeeft, dat je lichaam zegt dat nodig is. Dat nodig is om jou doorheen die dingen, dat proces, die fase is eigenlijk te werken. En toen dat klaar was, vloog er nog een kaart uit. Dus ik heb die hier gelegd. En wat zegt de kaart? Mirrors. Ah, ook wel mooi, want het is eigenlijk voor elkaar. Of voor allebei. De volle maan. Maar toen ben ik eerder denken aan de nieuwe maan die nu vrijdag 9 februari er zal zijn. En die nieuwe maan geeft ook heel veel kracht en heel veel invloed ook op tweelingvlammen, dat ik weet. Dus ook daaraan ga je zien dat onder invloed van de nieuwe maan, dat er een aantal dingen gaan veranderen. Misschien, afhankelijk van waar je zit, ga je misschien eventjes afstand nemen. Anderen gaan dan weer net meer gaan communiceren. Hè. Denk aan wat ik gezegd heb rond Mercurius. Maar dat gaat dan opbouwen en uiteindelijk dan zijn complot of zijn hoogtepunt bereiken met de volle maan op het einde van de maand. Maar wat staat er hier ook nog bij? Onze innerlijke leiding is helder en zuiver. Dus dat wil zeggen, van luister er ook naar. En dat doet mij ook denken, of wat ik ook hoor, is dat het betekent ook dus de telepathische boodschappen dat je denkt door te krijgen. Of de telepathische fysieke signalen bijvoorbeeld. Maar wat zegt er ook? Ons ego heeft er weerstand tegen. Waarom? Omdat het ego niet kan verklaren natuurlijk wat dat het precies is die gaande is. Ik ga niet in deze video kijken van wat dat de weerstand specifiek overgaat, want dat gaat voor iedereen anders zijn. Als je dat voor jezelf weet, dan kan je natuurlijk altijd mee contacteren. Ik ga zien in hoeverre dat ik dan ook geleid word om nog eens een andere video te maken daaromtrend. Maar ik wil wel de video eindigen met een advieskaart, zodanig dat je weet met welke vlam, met welke energie dat je kan samenwerken als je resoneert met een van de boodschappen in deze video. Zoals gezegd, wil je met mij samenwerken, dan kan dat natuurlijk. Stuur mij een mailtje en dan kijk ik waar ik toe geleid word of wat mijn team aangeeft wat het beste is voor jou op dit moment. Dan gaan we bij Arting en Zapkiel. En ook in de vorige video dat ik daarnet opgenomen heb, die gisteren online gekomen is, die is ook de Ecstasy-kaart, dat was dezelfde kaart. En ook Raziel met de Dromenkaart.
Dus ook daarin, ook weer de herhaling, dat ook in dromen krijg je boodschappen. Dus wees daar bewust van. In dromen gaan we heel veel dingen gaan verwerken. Kan het zijn over verleden, maar het kan ook voorspellende dromen zijn. Of dromen waarin je effectief ook samenkomt met je tweelingvlam. Ik heb dat ook vaak al mogen ervaren. Ik heb al vaak boodschappen op die manier mogen doorkrijgen over onze connectie, waar dat we stonden, wat dat er nodig was, wat dat bijvoorbeeld blokkades waren en dergelijke meer. En je kan daar ook actief gebruik van maken. Je kan voordat je gaat slapen ook zeggen van oké, toon mij, bijvoorbeeld iets heel algemeen, toon mij de waarheid in deze connectie. Of toon mij wat dat de volgende stap is in de connectie. Of toon mij en je vult aan over wat dat is dat je wil inzicht ontvangen. Dat kan over je connectie gaan, kan ook over totaal iets anders gaan. Voilà, dat was het in deze video. Ik wens je alvast een hele fijne avond toe en tot in de volgende. Dag!